Hallo, lieve schat. Superleuk dat je weer naar een video kijkt. En ja, ik heb mijn haar los. En degenen die mij al langer volgen, die weten dat het een zeldzame gebeurtenis is. Dus geniet er maar van, zolang het duurt. Hey, ik heb superleuk nieuw videootje voor je. Nee, we gaan nog niet de kast doen, want die video heb ik nog steeds niet opgenomen. Maar het blijft spannend, toch? Wat zit er allemaal in die kast? Ja, misschien dat ik binnenkort wel tijd heb om een video erover op te nemen. Want het lijkt me namelijk een lange video, dus dan zit ik daar wel over te denken. Hoe ga ik die dan in stukjes hakken en zo? Weet ik nog af allemaal niet hoe ik dat moet doen, maar hij komt echt. Maar wat gaan we dan vandaag doen? Nou, ik heb het natuurlijk al lang gedaan, ik heb het al af. Papa, 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 papa. Een hart, een mixed media hart. Even kijken, zo schijnt hij door. Zo niet. Haha, hallo. Sta gelijk in het licht in één keer. Dus deze gaan we maken. En die is met acrylverf. En acrylverf, acrylverf en acrylverf. En ik heb een stukje songtekst erop gedaan met de diepmachine. Ga je zo meteen bekijken. Ik zeg veel plezier met het kijken naar deze video. Als je het leuk vindt om mij te volgen, doe je me een enorm plezier als je even op die abonneerknop, die zit dan zeker aan die kant, klik er gewoon even op voor de grap, is grappig. En als je mijn video's leuk vindt, vind ik het heel leuk als je een reactie achterlaat. Ik probeer overal op te reageren en volgens mij is mijn score tot nu toe 100%. Dat ik overal op reageer, bedoel ik. En als je hem leuk vindt, doe je een duimpje omhoog. En als je hem niet leuk vindt, dan zeg ik, op donderen maar. Oké, gaan we naar het videootje. Doeg, tot volgende week. 5 minuten later. Ik word gek van los haar. Ik weet niet wie daar nog meer last van heeft. Maar lekker vast in een staartje. Dat was het. Deze speciale onderbreking. Doei. En we gaan dus beginnen met een canvasje met acrylverf. Ik heb een aantal kleurtjes bij elkaar gezocht. Deze flesjes van Dina Weekly vind ik helemaal fantastisch. Dan heb ik ook nog van Ara en witte acrylverf van Winsor & Newton. Je hebt natuurlijk kwastjes nodig en een canvas. En deze is 24 bij 30 centimeter. Is gewoon een heel simpel canvasje van de Action. Later bedenk ik me nog dat ik van dat goudspul, van dat goudblaadjes toe ga voegen. En ik heb ook de titel op cardstock getypt met een typemachine. Dus dat voeg ik ook nog even toe. En dan gaan we nu lekker beginnen. En in het kader van jullie zijn altijd rete nieuwsgierig. Wat ligt er op mijn bureau vandaag? Uiteraard altijd projectjes waar ik mee bezig ben. Dit was een projectje waar ik mee gestart was, maar verder nog niet afgemaakt heb. De cursus die ik aan het opnemen ben. Mijn to-do agenda, dream big, met al mijn doelen en dingen. En nou ja, hè, noem maar op. Altijd fijn. Er ligt nog acrylverf, mijn canvas, die jullie nu aan het kijken zijn, het filmpje. Een appel, ja, waarom ook niet. Lege inktjes, wat ik nog moet bestellen. Deze moet ik nog bestellen. Nou, dit zijn gewoon mijn pennen. Die staan er eigenlijk altijd wel. Dit zijn mijn mini-albumpjes. Alleen maar van stotteren bijna. Met markmaking ideetjes. Moet ik ook nog wat mee. En in dit etuietje zit zeg maar alle materialen voor de zomercursus. Waar ik dus druk mee bezig ben. Dus in het kader van... Wat staat er allemaal op je bureau? Jullie zien, ik ben niet netjes. Hey, en daar ben ik nog trots op ook. Nou, gaan jullie nou weer naar deze kijken. Zullen we die even uitzetten? Hallo? Hij komt ook even erbij. Kom jij ook even erbij? Jackie? Hallo? Hallo, lieverd. Moet je ook even knuffelen. Moet je even... Even knuffen. Hoor hem eens. Even chill. Oh.
lieverde. Hoi. Hallo meneer. Hallo meneer. Nou, daar gaan we dan beginnen. Als je je canvas klaar hebt liggen, pak je even een bordje, schoteltje, bakje, dingetje, waar je je acrylverf op kan gaan doen. Ik gebruik dus deze witte acrylverf van Winsor & Newton. Dit is een flesje van Jane Davenport en deze kleur heet Minty Fresh. Zo'n fijne kleur. En dan heb ik een aantal kleurtjes van Dina Wakely. Even kijken, dit is de lime groen, die altijd een beetje moeite heeft. Op de een of andere manier heeft een keer iets vastgezeten. Volgens mij zit er een soort klontje of zo in die groen, waardoor die elke keer een beetje lastig doet. Dan hebben we de blauwe, dat is de turquoise. En deze kleine, ik weet eigenlijk niet zo goed hoeveel ze kosten, maar ik vind ze zalig en je kan er eigenlijk nog best wel heel lang mee doen. Dit is een soort zalmachtige kleur, die heet blushing. Uiteraard zal ik alles in een blogpost ook allemaal vermelden. Deze is de tangerine, ook een hele mooie oranje kleur. Dan hebben we nog een geel, die heet lemon. Hoe kan het ook anders? En als laatste van de Dina Wakely Acrylic Paint is de magenta, een roze. Normaal vind ik magenta, daar hoort voor mijn gevoel een donkerdere kleur roze bij. Maar goed, deze heet magenta. En dit is er een van de Ara Artists. Even kijken, die heet permanent groen donker. Super mooie kleur. Dus als je alles in het dingetje gedaan hebt, gaan we verder beginnen met het maken van je canvas, van je hart. En ik heb natuurlijk wel even een beginnetje nodig voor het hart. En daarvan doe ik een heel dun potloodlijntje zetten, omdat ik het zelf prettig vind om een klein beetje een richtlijn te hebben waar ik ongeveer mijn acrylverf neer wil zetten. Ik zit nu even te bedenken, met welke kwast wil ik gaan starten? En ik kies dus voor een wat bredere kwast. Deze is van Galaxy, dat merk bestaat inmiddels niet meer. Maar als je zo'n kwast wil met zo'n zacht sponsdingetje, dan raad ik je aan, dat is de Symbiose bij Raphael. Als je daar even op googelt, kan je die kopen. Werkt heel fijn om aan zo'n rubbertje vast te houden. En wat je nu gaat doen is zo super simpel. Je gaat allerlei kleurtjes acrylverf pakken. Ik pak uiteraard degene die ik net allemaal op mijn bordje gedaan heb. En dan ga ik één voor één deze strepen zetten. Ik let daarbij niet op waar zet ik het precies neer. Tuurlijk probeer ik het wel een beetje te verdelen over het hele vlak. Maar als je ook heel goed kijkt, zie je dat ik hele dikke, klonterige strepen maak. Ik vind dat helemaal fantastisch. Ik hou ervan om dikke, klonten verf te zien. Word je daar nou een beetje nerveus van? Doe je dat niet, dan doe je gewoon een normale streepverf. Ik vind het nu eenmaal erg fijn. Als je de mintgroen opgezet hebt, dan ga je door naar een andere kleur. En in dit geval was mijn keus blauw. En je ziet ook dat ik elke keer probeer expres door mijn kwast een klein beetje te draaien. Daarmee probeer ik expres een soort klompverf op mijn canvas achter te laten. Ja, het heeft een dag nodig, minstens, om te drogen. Maar hey, dat is natuurlijk helemaal dikke prima, want ik wil nu eenmaal deze klonten op mijn canvas. Ik vind dat zo fijn om te doen en het hoeft ook allemaal niet zo netjes. Nou, ik gebruik nu eigenlijk maar één kwast, waardoor ik hem elke keer goed moet uitspoelen. Wat je kan doen is voor elk kleurtje die je gebruikt even een andere kwast. Dan werkt het wat sneller, hoef je niet elke keer zo te spoelen. Zet je gewoon je kwast in het water. Maar goed, ik had tijd, dus ik dacht ik doe het lekker zo. En dan ga ik nu verder met de zalmkleur. En ook hier weer probeer ik de dikke klonten erin achter te laten. En het is gewoon helemaal prima. Ik probeer wel uit te kijken dat ik niet mijn kleuren nu al te veel met elkaar meng. Want er komt altijd een beetje op je kwast als je een andere kleur aanraakt. En dat wil ik nu niet, want ik wil geen modder krijgen. En ik wil gewoon de kleuren zoals ik ze opzet. Zo wil ik ze ook een beetje terugzien op mijn canvas. Dus ga lekker aan de slag.
kijk gewoon lekker naar het filmpje. Ik zal hem wel wat versnellen, anders wordt het een te lang YouTube filmpje. Maar ga gewoon één voor één alle kleuren op je canvas zetten. Ondertussen ben ik hier wel even van kwastje gewisseld. Hier heb ik een wat smaller kwastje gepakt, omdat ik een wat donkere kleur ga gebruiken. En ik wilde niet dat die te overheersend zou worden. Dus vandaar dat ik even een wat fijner kwastje gepakt heb voor de donkergroen. Dit, lieve mensen, is mijn favoriete comment van deze week. Kijk of mijn magic trick weer werkt. Denk je nou ook, oh, dat is ook leuk. Ik wil ook dat mijn comment uitgekozen wordt. Laat dan een comment achter. Ga ik elke week proberen iemand in het zonnetje te zetten. Dus, lieve Jennifer, super bedankt voor je lieve woorden. Super fijn dat je kijkt. En hopelijk blijf je natuurlijk ook gewoon kijken en de video's leuk vinden. En iets is bij mij pas echt af als ik even lekker dikke spetters heb kunnen maken. Zoals je wellicht over mij gewend bent. En dit keer ga ik gewoon acrylverf gebruiken. Ik ga gewoon kijken of het lukt. Vaak werk ik natuurlijk met waterverf. Is heel makkelijk om spetters te maken. Acrylverf is andere koek. Kijk, dat is natuurlijk veel te dik. Dat moet veel wateriger worden. Ik heb daarvoor ook een hele dikke kwast gepakt. Want ik wil grote spetters en ik wil veel spetters. Hier denk ik al dat dat lukt. Gaat natuurlijk helemaal niet lukken. Ik heb veel meer water nodig.
En ondertussen zit ik met mijn duim in de mintverf. Zo gaan die dingen ook gewoon. Ondertussen hoop ik dat je genoeg water toegevoegd hebt. En zoals je ziet maak ik een soort slaande beweging met mijn kwast richting mijn canvas. Let wel op, als je telefoon in de buurt ligt of andere spulletjes waar geen verf op mag komen, leg die dan gewoon even weg. Bij mij zit altijd alles onder de verfspetters. En nu wil ik, nadat ik die spetters zeg maar gedaan heb, nog een klein beetje wat meer losse spetters. In plaats van die strepen wil ik gewoon wat meer, ronde spetters krijgen. Voeg ik nog extra water toe en dan probeer ik gewoon van boven een spetter te laten komen. En ik ben miep ongeduld, dus dat lukt niet helemaal. Ik voeg wat extra water toe en ik maak nog wat kleine spetterachtige bewegingen. En op een gegeven moment denk ik, nou is het ook wel goed ook. Er zitten genoeg spetters op. En ik zal het je ook nog eventjes een klein beetje proberen van dichtbij te laten zien. Er zit natuurlijk weer overal verf, overal. Zo werkt dat nu eenmaal bij mij. Even mijn hand afvegen. En die kwast natuurlijk uitspoelen. Kijk, van dichterbij zie je dat er toch best wel wat spetters opgekomen zijn. Nou, helemaal leuk toch? Zijn we natuurlijk nog niet klaar, hè? Nee, we zijn nog niet klaar. Er komen nog meer onderdelen van dit canvas. Maar er moet natuurlijk wel een kleine onderbreking komen voor Jack en Loki. Wat denk jij dan? Kijk nou. Samen, maar toch een beetje apart. Wat heb jij nou weer op je neus zitten? Hé, hey, blaadje. Heb je een blaadje, Loki? Hallo jongen. Oeh, wat ben je moe. Ja, je bent een liefheid. Lekker liggen. En hier ligt die andere. Jackie. Ik laat je liggen hoor. Lekker liggen. Helemaal opgevouwen. Oh, en Venetia? Oh nee, toch niet. En terwijl mijn canvas heel goed ligt te drogen, heb ik ondertussen een songtekst opgezocht. En dit is de songtekst van The Underdog van Alicia Keys. Vind ik zo'n mooi nummer en er is specifiek één stukje wat ik heel erg leuk vind om te gebruiken. En daarvoor pak ik mijn oude typemachine. Die heb ik ooit jaren geleden op Marktplaats gekocht. En zelfs toen al zei die man, wat wil je hiermee gaan doen? Ja, toen probeerde ik uit te leggen, ja, is voor scrapbooking. Nou goed, hij dacht dat ik Scrabble zei. Uiteindelijk moest hij erom lachen en ik dacht, joh, dik prima, ik wil dat ding gewoon hebben. Volgens mij heb ik er echt nog niet eens €5 voor betaald. Maar goed, ik had hem. Ik draai hier kartstok in. Dat is van dat witte, stevigere papier. Je kan zelf natuurlijk even kijken wat je beschikbaar hebt. En nu leg ik mijn telefoon ernaast, want ik wil natuurlijk de songtekst overtypen. En je ziet het al, ik doe dat niet te snel, want ik wil natuurlijk geen foutjes in de woorden maken. Maar maak ik wel foutjes in de woorden? Ja, met zo'n typemachine moet je het gewoon even overnieuw doen. Of, wat ook leuk is om te zien, is dat je kruisjes er doorheen typt en dan het volgende woord gewoon wel goed typt. Heb ik ook een paar keer gedaan op een canvas, is ook superleuk. Nou, dit stukje zal ik ook even versnellen, maar je begrijpt het idee. En als je je kaartstok uit je typemachine gehaald hebt, pak je je canvas erbij. We zijn inmiddels bij mij al een dag verder, dus hij is bijna helemaal droog. Ik kijk nog even of het niet te veel glanst. Dan ga ik nu voorzichtig de titel knippen. Ik gebruik daar geen lineaal voor. Daar heb ik allemaal geen geduld voor. Dus ik knip gewoon de titel. Ik heb elke keer 2 woorden of 3 woorden naast elkaar gedaan. En dat ga ik gewoon een soort strookjes van knippen. Gaat natuurlijk ook even versneld, want anders wordt dit de grote knipshow. Zitten jullie ook niet op te wachten natuurlijk.
En zo zie je, de tekst die ik kwijt wil op mijn canvas, is gewoon een stukje uit het songtekstliedje wat ik je eerder liet zien. En hier is mijn canvas zo goed als helemaal droog. Ik heb de titel even netjes op een schaaltje gelegd. Ik zeg wel dit is de titel, maar het is natuurlijk gewoon meer de tekst. En ik had bedacht, ik mis nog iets. Ik wil toch nog die goudflakes toevoegen. Volgens mij heb ik dit potje ooit een keer bij de Action gekocht. Ik weet het eigenlijk niet eens zeker. Dus ze noemen het ook al metal flakes. En ik heb bedacht dat ik dat vast ga zetten met het gel medium. Het is echt een beetje een priegelwerkje. Maar toch vind ik het leuk om die goudachtige details terug te zien in mijn werk. Ik gebruik gel medium van Liquitex. Dat is nu eenmaal mijn favoriete merk. Je hebt ook Mod Podge. Je kan ook goedkopere merken gebruiken. En ik doe een beetje erop. En eerst dacht ik, nou dat kan ik gewoon zo wel met mijn vinger aandrukken. Maar dat bleef toch niet echt helemaal lekker zitten. En er bleef ook veel te veel goud op mijn vingers achter. Dus later bedacht ik, weet je, ik doe gewoon met mijn kwastje erop en erover. Of het wel of niet de juiste manier is om die metal flakes vast te zetten. Ik heb geen flauw idee, lieve mensen. Ik doe ook maar wat. En dat is fijn, want dan kan jij zien dat je ook gewoon maar wat mag doen met alle materialen. Dat mag gewoon. Het hoeft helemaal niet op een bepaalde manier. Ga gewoon lekker ontdekken. Ga gewoon lekker een beetje aanklooien, zoals ik dat ook doe. Dus pak je gel medium erbij en eventueel goudflakes. En als je dat niet hebt, misschien heb je glitter, misschien heb je goudverf, doe je daar wat stipjes mee. Misschien heb je een Posca marker goud, ga je daar wat mee versieren. Anyway, knal er gewoon een beetje goud op. Eigenlijk de video editen, even zo, anders hoor ik mezelf niet. Maar het is zo lekker weer. En zo lekker bedoel ik bewolkt. Ik hou niet zo van die zon. Dus ik denk, ik ga lekker wandelen, jongens. En dan woon ik ook nog eens in een prachtige omgeving. Mijn bril zit er helemaal scheef van, ik buffer dat ding af. Dus ja, waarom zou ik mezelf pushen om iets af te maken? Terwijl ik denk, ik heb vandaag. En als ik wil, heb ik morgen ook nog. Dus ik ga gewoon lekker even heerlijk een stuk wandelen. Mijn hoofd leegmaken. Er zal er al niet veel in zitten, zegt Arjan dan. Thanks, honey. Maar kijk dan, dit is toch alleen maar genieten. Kijk dan die andere mensen. Kijk dan. Ik loop hier zalig. Dus jullie wachten maar even met het videootje. En trouwens, dit zal ik wel tussen de video door uit. Ik steek even over voordat ik een fiets zo meteen in mijn nek heb hangen. En ik plak het gewoon tussen de video door. Want die video die heb ik natuurlijk al half afgeëdit. Maar dat was nog niet af. Plop ik deze er gewoon ook nog even tussen, denk ik dan. Dus doe jij dat wel genoeg? Even gewoon denken. Ik laat het gewoon. Laat die strijkbout staan. Trouwens, waar heb je die voor nodig? Morgen kan de was ook nog, toch? En die keuken en zo, en die badkamer. Ik ga gewoon lekker wandelen. Lekker naar buiten. Nou, dat was in een korte onderbreking. Toedeledokie. Zo, huppatee, daar zijn we weer. We gaan nu de woorden of hetgene wat jij gemaakt hebt, wat je op je canvas wil plakken, gaan we eventjes sorteren en goed leggen. Want ik had het wel leuk op dat schoteltje gelegd en nu weet ik de volgorde niet meer. Dus ik ga proberen uit mijn hoofd te bedenken hoe de volgorde was. Ik ga ze neerleggen op dit canvas. Daarna ga ik ze met gel medium vastplakken. Kan je natuurlijk ook met allerlei andere soorten lijm doen. Misschien kan je het ook wel doen met van die glue dots, zeg maar. Dat zou eigenlijk ook prima werken. Ik heb gekozen om het met gel medium te doen.
Omdat ik dat nu eenmaal het makkelijkste medium vind om het vast te plakken. Maar eerst dus maar even de titeltjes sorteren. Het is nu dinsdagochtend. Ik ga zo meteen een podcast opnemen. Ik hoor Loki daar al. Die wil naar buiten. Dus dat ga ik zo meteen eerst even doen. En in die podcast ga ik het hebben over de vergelijkerites. Dus, dat is Loki. Tegen de tijd dat je dit videootje kijkt, staat die podcast al lang online. En zeg je nou, hé, daar heb ik eigenlijk ook al een beetje last van de vergelijkerites. Luister hem dan even. Misschien helpt het je wel. Misschien ook niet. Sowieso leuk als je luistert. Loki! Ja, kijk eens wie daar om het hoekje komt geslopen. Hallo? Hallo? Hij komt me alleen maar even roepen hoor. Want hij wil naar buiten. Hè? Ja, nou ik ga hem gauw naar buiten laten voordat hij de boel gaat slopen. Ja, het laatste onderdeel wat ik al zei met gel medium, de titel vastplakken. Dat doe ik in dit geval alleen aan de onderkant. Vaak met gel medium doe je het papier aan de onderkant en aan de bovenkant lijmen. Maar ik weet eigenlijk niet wat het doet met de inkt van de typemachine. Ik ben bang dat ik het dan een beetje uitvaag, mocht ik het toch met gel medium over de letters heen gaan. Dus dat wil ik niet. En aangezien ik van die lekkere dikke klodders verf gebruikt heb, is het nog best lastig plakken. Daar heb ik van tevoren niet over nagedacht. Dus wat doe ik dan? Dan zet ik er gewoon even iets zwaars op. En in dit geval stond er toevallig zo'n flesje inkt. Wat is dit eigenlijk? Van Kelly Creates Watercolor Ink. Stond op mijn bureau. En natuurlijk de flesjes van Dina Weekly. Dus die gebruik ik gewoon om het eventjes te verzwaren. Zodat daar waar ik de gel medium gebruikt heb, dat het wat beter hecht. En dat komt gewoon door die hobbels in de verf. Dus, appetee. Dit was het laatste onderdeel. Ik hoop dat je het videootje weer super leuk hebt gevonden. Dat je ervan genoten hebt. Dat je hem vooral zelf ook gaat maken. En als je dat doet, sowieso mocht je het delen op social, tag mij erin. @refly bijvoorbeeld op Instagram. Of stuur me een mailtje op refly@refly.nl. Ik vind het echt super leuk om te zien wat jullie allemaal maken naar aanleiding van mijn videootjes. Nou, kijk eens eventjes nog een klein beetje van dichtbij. Hoe leuk is dit canvas geworden? Ik denk dat je het ook zomaar kan maken om aan iemand cadeau te geven. Stel dat je iemands favoriete liedje erin verwerkt of een favoriete uitspraak. Hoe leuk is dat? Nou, ga ik mezelf weer even verder vermaken in mijn studio. Superleuk dat je gekeken hebt en hopelijk tot volgende week. Doei!